Ik heb een stageplek voor jou bij een bank die investeert in wapenhandel. Wat zeg jij? Nee, dankjewel. Ik heb een stageplek voor je bij Shell. Ja, dat is best wel top. Dat is wel een heel groot bedrijf. Dus, Total of BP of Shell, it's associated to a lot of scandals in France, in Europe, all over the world. And it's not an ethical business. Nou, zolang er nog niet een alternatief is waar ik in geloof, heb ik er nog geen probleem mee. Waar ligt jouw interesse? Een beetje met de handel tussen Azië en Europa, Nederland. China? China, ja. Dat is een grote handelspartner, maar er is ook wel iets over mensenrechten te zeggen over China. Ja, zeker. Ja, daarom vind ik het ook wel heel erg interessant. Ik denk ook dat in de huidige banenmaatschappij is het ook belangrijk dat je achter het bedrijf staat waar je voor werkt of stage voor loopt in dat geval. Voel jij dan dat je zelf medeplichtig bent als je meewerkt bij zo'n bedrijf? Nou, ik denk niet dat het hele bedrijf er schuldig aan is, maar als je ervan weet en je doet er niks tegen, dan denk ik wel dat je schuldig bent, ja. I think that we all need to strike a fair balance between what we want to do in our life and what we accept to work for. And I'm not going to accept to work for a petroleum company. Nou, ik zie wel het probleem. Alleen, ik denk dat deze wereld zoals die nu draait niet kan draaien zonder fossiele brandstoffen. Dus op dit moment zie ik nog geen reden om daar geen stage te lopen. Maar je zou ook kunnen zeggen van een land waar mensenrechten misschien wel geschonden worden, daar moet je toch geen zaken mee doen, ook niet als stagiair. Maar misschien is het dan juist zo interessant om te gaan uitzoeken waar het dan misgaat of wat je dan kan verbeteren. Would you tell others not to take that kind of internship? No, it's my point of view, but if someone wants to work for Total or for BP, that's okay, so we can be friends if you work for Total. And you would have a lot of discussions with them. Yeah.